Dit is Piet Piraat en de apenboot. Steven Stil kijkt op het kompas. Wat een ramp! Het is stuk! De scheve schuit vaart verloren. Zitten ze nog op zee? Nee, ze varen op een stroom doorheen de jungle. Plots ziet Steven vanuit het kraaiennest water. Veel water. Hij gebaart naar Piet. Wat is er, Steven? Roept Piet. Water? Natuurlijk is er veel water. Maar Steven wijst naar een waterval. Straks storten ze te pletter. Het schip tuimelt naar beneden. Daar is het water heel wild. Piet draait en draait aan het roer. Net een slalom op de skipiste. Maar dan botst de scheve schuit tegen een rots en het schip strandt op de oever. Vlak bij de oever spartelt een aapje in het water. Hij is in het water gevallen en kan niet zwemmen. We moeten hem redden, roept Stien. Stien Struis zwemt tot bij het aapje. Ze zet hem op haar schouders en wil aan boord klimmen. Pas op, roept Piet, een krokodil. Net op tijd is Stien uit het water. De tanden van de krokodil bijten een stuk uit de schuit. Blijf jij maar aan boord, Stien, zegt Piet. Wij zullen hout zoeken in het oerwoud om de boot te herstellen. Piet sleurt een grote boomstam uit de jungle. Berend heeft iets anders ontdekt. Bananen en ananassen. Daar kan ik lekker sap mee maken. Kijk, Steven zwiert van liaan naar liaan. Op de rots staan plots 10 apen. Zij zien Stien met het aapje spelen. Stiekem klimmen ze op de schuit. Ze jagen Stien weg. Ze heeft nooit schrik, maar tegen 10 apen kan ze niet op. Ze springt snel van de boot. Ik hoop maar dat er weer geen krokodil of slang opduikt. Stien kijkt om en schrikt. Die apen gaan er met de scheve schuit vandoor. Hé, kom terug! Daar is Piet met hout om het schip te herstellen. Stien stapt kletsnat uit het water. Wat is er gebeurd? Vraagt Piet. En waar is onze boot? Stien hapt naar adem. De apen zijn er met onze schuit vandoor. Steven wijst naar het water. Er vaart een kano voorbij. Hé, die Indianen kunnen ons helpen. Piet steekt zijn duim op. Hij wil een lift krijgen. Even later zitten ze tussen de Indianen in de kano. Help, roept Stien, een jaguar. Het is maar het vel van een jaguar. Dat dient als beschutting tegen de zon. Berend legt zijn ananas in de schaduw. Hier is het lekker koel. Al gauw komt de scheve schuit in zicht. Maar de kano wordt bekogeld, want de apen gooien met alles wat ze vinden op de scheve schuit. Oh, mijn dure lepels, roept Berend uit. De apen maken de kano stuk. De Indianen brengen hun boot in veiligheid. Stien kijkt om en slaakt weer een gil. Daar is dat beest weer! Piet lacht, maar hij ziet inderdaad een echte jaguar. Oef, gelukkig, het is Steven maar. Hij heeft zich met het vel verkleed als jaguar. Met een liaan zwiert hij over het water en zo komt hij op de scheve schuit terecht. De apen springen één voor één in het water. Help, een jaguar, denken ze. Joepie! Op de oever schenkt Berend glaasjes ananassap in voor iedereen. Nu zitten er geen apen, maar Indianen op de schuit. Zij herstellen de scheve schuit en maken er een nieuwe, supersnelle boot van. En je krijgt ook een nieuw roer en een nieuw kompas, zegt het opperhoofd trots. Wauw, dat vindt Piet supercool.
En zo wordt de scheve schuit plots de snelle schuit. Wat scheert die snel over de golven? Onze boot is nu een echte speedboot, lacht Piet. Dag aapjes, dag lieve indianen. En dag iedereen, tot een volgende keer.